Heb jij last van ongewenste haargroei en wil je weten hoe je hier vanaf kan komen? In deze reeks en video's vertellen wij je alles over laserontharing. Ik ben Loekna en samen met mijn broer Rachid hebben wij Larimar Skincare Instituut opgericht. En ja, wij durven het te zeggen. Wij helpen jou van je ongewenste haargroei af. In deze video geef ik antwoord op de 4 belangrijkste vragen over laserontharing. Laserontharing kan jou dé oplossing bieden als je last hebt van ingegroeide haren, scheerirritaties of haartjes op plekken waar het niet hoort. De allereerste vraag die mij het meest gesteld wordt als we het hebben over laserontharing is de vraag: is laserontharing wel veilig? Daarover moet ik je wat meer informatie geven met het huidmodel erbij. Er zijn in de branche verschillende soorten apparatuur die gebruikt worden om tot laserontharing te komen. Nou, andere apparatuur die geven licht flitsen op de huid. Zo. Die geven licht flitsen op de huid en die kunnen omliggend weefsel ook treffen. Wat het doel van laserontharing is, is om nauwkeurig als een laserstraaltje enkel de haartjes kapot te maken. Dat betekent dat in onze praktijk wij enkel apparatuur gebruiken die alleen het haarzakje raakt en daarom veilig is voor jouw huid. De tweede vraag die wij vaak gesteld krijgen als we het hebben over laserontharing is de vraag: werkt laserontharing nou wel bij maar een haar- of huidskleur? Nou, daarover hebben wij te zeggen: met de apparatuur die wij gebruiken kunnen wij iedere huidskleur behandelen. Voor haarkleuren werkt het iets anders. Wij kunnen helaas geen witte haren behandelen, maar alle andere soorten kleuren haar kunnen we wel behandelen. De derde vraag die wij meestal krijgen als we het hebben over laserontharing is de vraag: zijn de behandelingen wel definitief en blijft mijn haar voor altijd weg? Nou, daarover pak ik het leuke huidmodel weer. Tijdens het intakegesprek geven wij jou veel meer informatie over de verschillende soorten haar. Wat wij namelijk zien is, wij zien de huid en daar steken wat haartjes bovenuit, maar binnen in de huid gebeurt er nog veel meer. Kort gezegd moet je daarover weten dat er 3 verschillende fases aan haargroei zijn en dat wij enkel de haartjes in de groeifase definitief kunnen raken. Dat betekent dat wij per behandeling 20% maximaal van de haargroei definitief kunnen ontharen. En daarvoor heb je gemiddeld tussen de 6 en de 10 behandelingen nodig. Nou, heb je dat traject doorlopen, dan is jouw haar tussen de 80 en de 95% definitief weg. Het kan namelijk wel zo zijn dat je over de jaren heen, door bijvoorbeeld een hormoonwisseling, het plaatsen van een spiraaltje, het gebruik van de pil, de overgang, kan het zijn dat jouw lichaam nieuwe haargroei gaat aanmaken. Dat is nooit zoveel als dat je dat ooit hebt gehad, maar dat kunnen misschien 2 of 3 haartjes zijn. De 4e vraag die wij meestal krijgen als we het hebben over laserontharing is de vraag: zijn de behandelingen nou helemaal pijnloos? Nou, daarover wil ik je vertellen dat het handstuk wat wij gebruiken tijdens de behandelingen compleet kan bevriezen. Het handstuk wordt dan min 3 graden en dat geeft een hele fijne tegenwerking op de hitte die onderhuids vrijkomt. Zo hoef je dus helemaal niks van de behandeling te voelen. Leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vond je dit een interessante video? Volg ons dan op Instagram of op Facebook. Laat in de comments weten wat je van deze video vond. En heb je nou nog vragen of suggesties voor een nieuwe video? Dan horen wij het graag.